Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Vandaag maak ik van die schattige lollies van Play-Doh klei. Je kan ermee spelen, je kan ze in je winkeltje gebruiken, misschien vind je pop ze ook wel heel lekker. Je kan ze in allerlei leuke kleuren maken en leuke combinaties. Heel moeilijk is ze bovendien ook niet. Kijk even verder voor wat je nodig hebt. Je hebt klei nodig in je favoriete kleurtjes en houten stokjes. Neem dan wat klei. Rol er een worstje van. Neem dan een andere kleur klei. Neem best een kleur die mooi contrasteert met de eerste. Oranje en paars, dat gaat goed samen. Rol ook van die klei een worstje. Leg die worstjes dan samen. En draai ze rond elkaar. Rol dan weer tegen de tafel om de randjes mooi plat te maken. Dan kies je een kant en vandaar begin je te rollen. En dan rol je het worstje helemaal op totdat je een soort slakkenhuis krijgt. Dan heb je enkel nog een stokje nodig voor je lolly. Ik heb een groot spiesje, dat stop ik in de lolly. Je gaat best ver genoeg met je stokje, dan is alles stabiel en blijft het vastzitten. Zo is het stokje natuurlijk wat lang, ik ga het afbreken. En dan is je lolly af. Je kan er een hele reeks van maken om ze in je winkeltje te verkopen. Je kan ze aan je pop geven. Als decoratie zijn ze bovendien ook nog heel leuk. Laat weten wat je ervan vindt bij de reacties. Als je nog tips hebt, zijn die natuurlijk ook altijd welkom. Bekijk voor meer projecten zeker de andere video's op het kanaal. We hebben nog veel meer over Play-Doh, over klei, over winkeltjes en poppen. Geef me een thumbs up als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren, dan mis je nooit nog onze allernieuwste filmpjes. Tot de volgende video!